Goedemorgen Rotterdam en de rest van Nederland. Ben ik weer, Milton Levens. Ik heb mijn eerste Q&A gedropt. Als je hem nog niet hebt gezien, ga kijken. Link is beneden. Tijdens het maken, tenminste in mijn Q&A's, zie je dat ik het alleen heb gedaan terwijl ik had gezegd dat ik dit met Christina zou doen. Maar ja, zij moest ook haar laatste moment dingetjes doen, want wij gaan vandaag vliegen. Maar goed. Tijdens het editen zag ik dat ik antwoord heb vergeten te geven op de vraag van Chantal. Zij vroeg waar wij elkaar hebben leren kennen en dat ben ik vergeten, omdat ik het allemaal solo moest. Dus, nou, het ging dus als volgt. Een oude vriend van mij, Tom, en Melchior, twee oude vrienden van mij. Tom zat bij Riet de Waard op school. Mijn vrouwtje Christina ook destijds. En soms ging ik Tom ophalen. En toen zag ik haar wel eens, weet je. Want ja, donker haar, lichte ogen. Daar heb ik echt een zwakje voor. Ik dacht, zij is out of my league. Dus ik dacht, ah joh, laat maar gaan joh. Ik gaf het wel aan Tom. Van zo, okay, wie is dat man? Maar omdat ik dacht dat zij out of my league was, ging ik verder niet op in. Dus zonder mijn toestemming heeft Tom haar mijn nummer gegeven. Wel goed gedaan, eerlijk gezegd. Toen had ik nog zo'n oude Motorola-telefoon die ze ook klappen. Weet je, we waren een jaartje of 16 waren we. Dus dan heb ik het over 14 jaar geleden. Dus op een gegeven moment ging ik naar Melchior's huis toe. Ik ging daar praten, chill, yo, Melchior. Het had gewoon een beetje normaal aan het praten. En Melchior, Tom woonde precies aan de overkant. Dus Tom kwam op sokken naar buiten. Yo, Anil, check dan. Ik heb een nummer aan die ene meid gegeven, man. Welke meid? Zei, ja, die Christina. En ik, oké. En hoe hij mij dat vertelde, ineens, de telefoon ging af. Terwijl ik bij mij al voor de deur ben, hè. Hé, ik raakte in paniek, want hé, je wordt gebeld. In die tijd werd niemand gebeld. Als je werd gebeld, dan wou je dat iedereen zag dat je werd gebeld. Express hard praten en zo. Maar goed, hoe ik daar zo voor de deur sta, word ik ineens gebeld. Ja, ik kill. Ik helemaal trippen. Hé, Tom, is dit haar nummer? Ik helemaal in paniek rondlopen daar zo in de tijd van shit. Daar ben ik op. Zo. Dus toen belde Christina mij en ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen, man. Vroeger hebben wij wel eens wat gehad, vroeger. Dat was echt zo'n puppy love ding, weet je. Toen had zij het uitgemaakt omdat ik te lief was. Kan je het geloven? Door haar ben ik nu gangmember, dog life. Nou, ik ben hier bijna weer op werk. En als het goed is, moet Raven hier zijn. Waar is die? Ik zie wel zijn auto. Oh, hij staat al voor de deur. Hallo? Ik zag Raven toch net? Weird. Yo. Ik weet niet of je mij hoort, maar ik ben er al, hè. Ik ben binnen. Ik was laat. Ja, mijn filmpje wilde niet uploaden, man. Welk beeld heb je nu gehad? Q&A. Oh, yeah. Ik ben alleen. Ik ga nu nog mijn shadow weg gaan knippen. Señor Picasso! Eindelijk zover. Ik ga eindelijk mijn hoofd. Ik mag eindelijk zitten.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Picasso, baby. Oh, what a feeling. Deze man. Ik weet niet hoe vaak ik het nog moet zeggen in mijn vlogs, maar hier komt hij weer. Pablo Picasso. Sowieso, man. Check dit. Wil je een 360 view? Wacht. Ik kijk fresh op vakantie, man. Thanks, man, Shano. Ik ga nu weer zelf terug naar werk, omdat ik weer klant heb die staan te wachten. Shano, appreciate it. Ik zie jou next week, man. Ik neem wel wat leuks voor je mee. Soepie of zo. Moet je grok? Ja, gaan we doen. Gaan we doen, man. Rustig. Ja, dier. Is het? Rustig, man. Kom binnen, man. Sap, Kadir. Let's do this. Nee, man, ik heb gewonnen, toch gewoon officieel. Ja, ik heb gewoon gewonnen. Hij is serieus de sponsor van Bale. Hij heeft echt alleen maar Bale aan, de hele dag Bale. Bale. The fuck y'all looking at? Normaal komt ze altijd met een voorbeeld van, weet je, Anil, maak dit of dat. Nu heeft ze niks. Dus nu moet ik wat gaan verzinnen. Iets verzinnen om hier te zetten. A few moments later. Look at me, I'm a boss like my nigga Rose. Shorty at me for a check, I told that bitch like no way. Cause I made it from the bottom. Sorry, ik krijg geen genade. Yes. Dat moest wat ik vorige keer had. Dat mag niet, hè? Deze man komt net van werk, echt een pikkelaar. Ik kan het dit. Daniel, hou voor mij vast. Hou gewoon zo voor mij vast. Film een beetje. Ik ga die koffer pakken. Hou vast. Ik ga die koffer pakken. Vertel, wie ben jij? Daniel. Daniel, oké. Van wie is deze koffer? Van mij en Paolo. Zie je? Van hem? Paolo. Oké, dan. Ga je als eerste zitten? Ik. Kom maar. Welke spel wil je spelen?
Bomberman. Hij gaat Bomberman spelen. Bomberman was vroeger mijn favoriete spel. Ik dacht hier. Maakt niet uit wie, ik dacht nu uit Bomberman. 1 tegen 1. Zo, nu omkleden en als een gek naar huis toe rijden, want ik heb nog maar iets van 3 uurtjes om alles in te pakken en weg te gaan. Dus shit, shave, shower. Let's see.